Jones. Dames en heren, we hebben gezien bij een onverwachte stop gesproken. Dames en heren, een hele bijzondere vlucht. 10 F-16's van de Koninklijke Luchtvaart, van de Koninklijke Luchtmacht met de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, de KLM, een Boeing 737, maar niet zomaar een Boeing 737. Aan boord van die Boeing 737 zitten 125 kinderen met een flinke ziekte. Een ziekte waardoor ze voorlopig weinig plezier kunnen hebben. En de Stichting Hoogvliegers zorgt ervoor dat die kinderen een hele bijzondere dag hebben. De stichting maakt dat mogelijk in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht. Wordt gesteund door generaal Fietsen. Ze gaan straks weer terug naar Schiphol. Maar nu vliegen ze daar op een uniek moment. Ze kijken door de raampjes. Zij kijken naar u. Zij mogen met die Boeing 737 zomaar mee als een cadeautje. Om hen een dagje feest te geven. Want na de landing, en ik heb het voorrecht gehad om met die kinderen te mogen vliegen. Na de landing zijn ze zo gelukkig en zo blij. Want de kinderen, de wereld van die kinderen met een levensbedreigende of een chronische ziekte, die is zo klein. En die Stichting Hoogvliegers geeft daarom zoveel mogelijk kinderen met een levensbedreigende ziekte of een ernstige verstandelijke of lichamelijke handicap in de leeftijd tussen de 6 en de pakweg 16 jaar, voor één dag geven we ze vleugels. Piloten stellen hun vrije tijd en hun vliegtuig beschikbaar, en in dit geval zelfs de KLM met die 737.